Nou, Jelmer had eigenlijk een track gemaakt. En hij had daarvoor een rapper nodig en twee zangeressen. Dus zo heeft hij ons gevraagd en zo zijn we eigenlijk samengekomen. We filmen dus eerst bij Hazemeyer. En straks gaan we dan door naar Fios, de disco, om daar wat shots te nemen. En daarna gaan we naar het ziekenhuis. Het doel van deze clip is om de boodschap over te brengen dat mensen thuis moeten blijven. En het eigenlijk allemaal rustig moeten afwachten totdat het voorbij is. Maar dus niet moeten afspreken met elkaar. Ja, het initiatief is een klein beetje geboren bij onszelf om te zeggen, jongeren, hou vol. We hebben het initiatief natuurlijk genomen omdat we zien dat het voor jongeren op de lange duur best moeilijk is om het vol te houden, die anderhalve meter. En daarom laten we deze jongens en meisjes zien, laten we het ze vertellen uiteindelijk hoe belangrijk het is en even vol te houden. Nou, Jelmer had eigenlijk een track gemaakt en hij had daarvoor een rapper nodig en twee zangeressen. Dus zo heeft hij ons gevraagd en zo zijn we eigenlijk samengekomen. Tot nu toe verlopen de opnames heel erg goed. We moeten ook nog een hele lange dag, dus het is ook wel nodig dat het goed loopt, denk ik. Maar tot nu toe is het erg gezellig en heel erg leuk om te doen. Ik hoop natuurlijk op een hele positieve reactie, dat mensen het gaan luisteren en dat de boodschap overkomt.